Na 16 jaar discussie is de kogel door de kerk. Het centrumplan van Den Hoorn is aangenomen en het dorp krijgt een tweede supermarkt. Die Jumbo komt hier aan de Hof van Delfstraat. Wethouder Houtenbos reageert opgelucht. Het was natuurlijk moeizaam, want aan de ene kant zaten we tegen juridische procedures aan te hikken. En aan de andere kant probeer je wel met partijen tot een compromis te komen. En daar is veel energie in gestoken, ook van de kant van de ondernemers. En dat is helaas niet gelukt. Dus dit spoor moeten we nu verder zetten. Er is ook kritiek. De fracties Mijn Partij en Snetlagen gaan niet akkoord. Mijn partij vindt bijvoorbeeld dat ondernemer Van Leeuwen, de eigenaar van de Plussupermarkt, te veel is tegengewerkt door de gemeente. De fractie Snetlagen mist een degelijk verkeersplan. De gemeente Midden-Delfland heeft nog een hoop te doen. Nou, ten eerste het parkeren, want dat is nu al een probleem. En daarvoor hebben we een aantal maatregelen, 25 extra parkeerplaatsen, die we op korte termijn kunnen aanleggen in het centrum van Den Hoorn. Verder wordt er ter plaatse waar het plan gerealiseerd wordt, worden woningen gesloopt. Dat zal komend voorjaar plaatsvinden. En daar vinden we plek om 30 tijdelijke parkeerplaatsen te maken. Het dossier is nog niet helemaal gesloten. Tegenstanders van de plannen kunnen binnenkort beroep aantekenen.